Teunissen? Ja, ik ben gemachtigd. En is geen Teunissen aanwezig? Geen Teunissen is de natuurlijke persoon die behoort bij Amadon. En Amadon is niet aanwezig. Die is in België gestrand op de potauto. Okay. En die heeft mij gemachtigd. Maar hij was al niet van plan te komen, omdat hij eigenlijk met deze zaak niets te doen heeft. Weliswaar. Nou, drie zaken, denk ik. Hebben we in ieder geval op papier. Ik had drie brieven, maar volgens mij waren dat dezelfde zaken. Maar het kan zijn dat die nummers anders zijn. Maar uiteindelijk is het niet echt anders in Provaart. Het is wel fijn dat we u treffen en niet uw collega meneer Paris. Want meneer Paris hebben wij hier twee maanden geleden meegemaakt. En hij heeft zoveel steekjes laten vallen dat we eigenlijk klaar zijn. Dit wat hier gebeurt in deze rechtbank. Het is louter toeval dat ik hier zit, maar het geeft ons inderdaad een kans op een frisse start, dat in ieder geval. Dat is het, dus ik ga dezelfde drie vragen stellen als meneer Paris straks, afgezien van uw naam, die weet ik nu. En, ja. Ik weet niet welke vragen u hem gesteld heeft. En kort, want ze staan ook op papier, dus ik heb ze ook in papier, voor het geval dat geen tijd of geduld is. Meneer Paris is toen gevraagd, zover zijn we niet, hoop niet dat dat nodig is. Maar de eerste vraag was, we zaten met het CMW ook in die zaak en nu weer. Ja. Een zaak die niet inhoudelijk behandeld werd al maanden, jarenlang. Want daar was meneer Paars helemaal niet op uit. En zijn voorgangers ook niet. Terwijl we als vertegenwoordigers van het volk eigenlijk hier zijn om bij een rechter een onafhankelijke kijk neer te leggen. Ik heb de indruk dat in de drie zaken waar het vandaag over zou moeten gaan, aan de orde komt de vraag of er zekerheid, nou er is volgens mij geen zekerheid gesteld en wat de achtergrond daarvan is. Precies. Die voorvraag denk ik hebben we vandaag ook te beantwoorden. Ja, nou, dat en daar wil ik een beslissingsstandpunt over innemen denk ik. Ja, en dat die zaak speelde ook bij de heer Paris. En die heeft meneer Paris van elkaar gekregen om echt twee jaar lang niet onder ogen te zien. Dat, in dat geval was ik zelf, maar dan natuurlijk zo'n Johan Peter van de Tunis of Tunisen. De gedaagde, eigenlijk geldt dat voor deze zaak ook, omdat die auto waar het om gaat helemaal niet gebruikt werd door de natuurlijke persoon Gendel of de andere, hij was niet eens in het land. Die was uitsluitend als kentekenhouder geregistreerd en in de praktijk gebruikte u de auto. En ook dat niet helemaal. Okay. Die auto die is van een andere, hoe noem je dat, Mahabharata, wereldwijd land. En met een eigen grondwet, met een eigen systeem, met een eigen, wat u dan noemt, verzekering, hij noemt anders. Ja. Al die dingen zijn bekend, daar heb ik ook stukken van, ook de grondwet daarvan mee. En die heb ik voor u, en die krijgt u zo, grondwet en gegevens daarover. Waardoor de zaak, kunnen we het beste aanpakken? Want we moeten denk ik in ieder geval praten over de gebrek aan zekerheidsstelling. Precies. Ik heb, dat als eerste behandelen? Ja, omdat het over die natuurlijke persoon Gendel gaat, heb ik toevallig vond ik nog een uitspraak van in het procesverbaal van 29 maart 2016. Ook over de natuurlijke persoon G. Teunissen. Die heeft het CIB ook in zijn systeem. Want dat was ook een CIB-zaak in Almere. Dat ging dan ook even een zin opbrengen. Betrokkenen heeft ook nadat betrokkenen daartoe bij officier van justitie in 2 mei 2014 geen zekerheid gesteld door middel van een toegestonde acceptie. Ter zitting stelt gemachtigd dat zijn zoon, als ook de gemachtigde van anderen, schulden heeft. Tevens heeft hij geen inkomen. Wat spullen zijn overrecht. De kantonrechter is van orde dat ter zitting voldoende blijkt dat betrokkenen niet in staat is zekerheid te stellen in de onderhavige zaak. De kantonrechter stelt de zekerheid in de onderhavige zaak opnieuw en gaat over op de inhoudelijke behandeling van de zaak. Dat is hij uiteindelijk niet gaan doen, want hij zei het termijntje geweest is ongegrond. Ja, dat maar, is toch weer volgende. Ja. Kijk, ik vroeg. Dus de financiële positie van G. Teunissen, hoe zit die in elkaar? Die is er niet. En die is er voor mij ook niet. En dat was dus ook de kwestie bij meneer Paars, bij uw collega. En hij wilde de feiten niet onder ogen zien. Ook dat uw rechtbank, of deze rechtbank, mij dan. Toen even daarvoor al failliet had verklaard, alles in beslag is genomen, geen enkel bezit meer is, geen enkele rechter. Alles is bekend, ook meneer Paris. En hij wilde dat niet, zoals deze rechter wel, onder ogen zien.
Want maar ik neem aan dat we vandaag moeten hebben met name over de financiële positie van Geten. Ja, ik noem het de tweede generatie justitie getroffen in dit stuk. En hoe heeft u daar een stuk bij leeftijd van? Logeert is hier, logeert is daar, zoals veel jongeren en ook veel asielzoekers op het moment zich moeten zien te bedruipen en behelpen. Hij heeft nog het voordeel dat er hier en daar plekjes zijn waar hij kan logeren. Hij is jong, 22 jaar. Hij, maar krijgt dus van geen instantie geld? Geen vaste baan, heeft geen uitkeringen, heeft al die dingen niet. Af en toe werkt hij eens in de kas, dan weer op zijn tuin en dan krijgt hij, weet wat, dat is het, 6 euro per uur. En dan kan hij weer even een paar rekeningen betalen. En dan heb ik natuurlijk wel de vraag, iemand die geen inkomsten heeft, dus het kan onverstandig zijn om dan een auto op je naam geregistreerd te hebben staan. Ja. Hoe zit die constructie in elkaar? Dat heeft ermee van doen, zeg maar, de grondwetten die iedereen heeft in mijn apparaat, maar eigenlijk ook met universele mensenrechten, wat een van mijn vragen is of u die erkent. Wij erkennen die wel in mijn apparaat, en ik ben ook toezichthouder van mijn apparaat ook. Judge van Mahabharata. Wij zijn daar erg zorgvuldig in dat de mensenrechten van elke man en elke vrouw en elk kind gerespecteerd worden. Dan heb je het recht op reizen, dan heb je het recht op vervoer, dan heb je allerlei rechten die in dit wat wij noemen dit het spiritueel district van Nederland, die worden hier alleen maar toegekend aan mensen met geld. En als je geen geld hebt, dan komen de incassobureaus van het CNB op plunderen en gijzelen. En andere nare dingen die nou, onder in naam van die koning die boven je hangt, allemaal gebeuren. Ja. Zoals wij dat zien vanuit Mahabharata, mag ieder huishouden, ieder staatje, ieder land doen wat hij wil. U mag in uw eigen huis echt uw eigen huisregels maken, zolang het niemand schaadt en eigenlijk u zelf ook niet schaadt. Op het moment dat het wel gaat schaden, dat het andere mensen tekort gaat doen in hun basale bestaansrechten, dan. Treden wij wel op. En dat is eigenlijk waarom ik hier ook sta nu, ook in een dubbele functie, behalve als gemachtigde, behalve als eerste generatie justitie getroffen, of staat bij Nederland getroffen. Ik zelf ben inderdaad de natuurlijke vader van de houder van gender, ja. De natuurlijke zo'n genderteuntje. Wij noemen dit kind Amadon. Ja. Dat staat niet in het GBA, maar dat is voor ons ook niet zo belangrijk. Omdat een natuurlijke persoon uiteindelijk alleen maar een administratief document is. Niet eens in zijn bezit, hij kan de houder zijn, maar het is een bezit van de staat en de bankiers van de staat. En, dus u beschouwt, of hij beschouwt de auto niet als zijn eigen bezit? Nee, die heeft hij ook nooit betaald, zien? Heeft hij nooit gedaan. Maar omdat wij naar de overheid toe, net zoals het feit dat ik hier nu ben en de griffier van Mahabharata hier is, dat doen wij wel alles samenwerken, ja. Juist, nou dat is precies wat de sleutel is. Ja. Laten we maar dat lijkt me dan een goed moment om ook te horen van mevrouw die het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt, wat haar standpunt is over het niet zekerheid stellen, zodat we weten wat de visie daar is. En dan mag u natuurlijk weer op reageren, zodat ik die voorvraag kan beantwoorden hoe we daarmee omgaan. Wilt u een standpunt innemen? Dank u wel, mevrouw de Vondstander. Eerste punt is inderdaad dat er zekerheid moet worden gesteld dat voor ons bedoeld inhouden kan worden behandeld door de kantonrechter. Daarmee geeft aan dat de heer Geetheusen daarvoor geen draagkracht heeft. Dat een andere bank ook in die zin heeft geoordeeld dat de zekerheidsstelling niet moet worden gesteld. Maar meneer komt in dit geval niet met stukken die zijn draagkracht aantonen. Maar in dit geval wil ik u wel verzoeken om de zekerheidsstelling opnieuw te stellen. Ook omdat meneer aangeeft dat de heer Geetheusen geen vaste baan, geen uitkering heeft. En daarvoor dus ook geen stukken kan openen. Op aanvulling, meneer Teunis heeft ook geen huis, heeft ook geen bezit, niks. Dat geldt overigens ook voor mij. En dat is waarom we bij meneer Paars bij de eerste vraag kwamen nadat de jurist niet was, maar we weten dus. Ja. Dat u vergeet niet waaruit bent en, en dat u gaat samenwerken, dus dat is al heel wat. Maar dan ga ik de eerste stap nemen die ik denk te moeten nemen en dat is uw beroep op draagkracht verweer honoreren. Zodat we de zaak inhoudelijk kunnen behandelen ook zonder dat er zekerheid is gesteld. En moet ik eerst zeggen de zaak kunnen, want volgens mij hebben we het over
een boete voor een snelheidsovertreding van €28,14 2014 en dan 19/4/2014 €34 voor een snelheidsovertreding en 15/2014 heb ik de boete niet opgeschreven, maar een snelheidsovertreding van 6 km per uur. In die drie zaken zou het dan gaan. En ik begrijp dat dat door uw koning of zijn administrateurs zo wordt bedacht, dat systeem. Ja, maar daar wilt u iets over zeggen? Nou ja, wij zijn dat daar absoluut niet mee eens. Kijk, als het zo zijn dat hij zou uitbetalen op het moment dat wij onder de 50 rijden of te langzaam rijden, dan zou het nog een evenwicht zijn. Nee, op sommige momenten is het voor het werk wat er gebeurt moet hier op deze planeet nodig om een snelheid te hebben die past bij de veilige omstandigheden en de noodzakelijke taken. En als dat inderdaad niet overeenkomt met de administratie en de computers en de flitscamera's van de meneer Willem-Alexander, dan heeft dat, dan kijken wij van waar liggen de prioriteiten en wat is de noodzaak. Wat is zijn grond om dit soort regels te stellen en te bewaken? Nou, dat heeft al niet meer te maken met veiligheid en met eigenlijk alle constructieve dingen die je daarbij kan bedenken. Het is een puur incasso truc. En zeker heeft het geen enkel constructieve reden behalve dat het mensen heel erg boos maakt bij het volk. He, die gijzelingen, 150.000 gijzelingen, hebben uw rechtbanken de afgelopen 3 jaar uitgeoefend over mensen die geen geld hebben moeten betalen. En dan komen we terug bij het eerste. De hele wetgeving en de geschiedenis van de rechtbanken is niet omdat we eerlijk willen zijn, is omdat het de rijke mensen de macht en de rijkdom bij zichzelf wilden houden en daarvoor allerlei wetten maakten die ze zogenaamd volkenrechtelijk maakten, maar die helemaal geen volkenrechtelijke achtergrond meer hebben. Die dingen vindt u ook in de papieren die ik straks geef en die ook in een vragingsstuk zaten, ik zeg zaten, ze zitten nog in, die meneer Paars kreeg de vorige keer. Maar uw rechtbank was dus slim om te zeggen, nee hoor, u heeft een wraakingsverbod gekregen, dus u mag die zaak niet vragen. Met het gevolg dat, dat het in hoger beroep dan aan de orde komt. Maar het hoger beroep is in Leeuwarden en Noord. En daar hebben wij en ik ook persoonlijk al een aantal keren te maken gehad met heel kwalijke dingen over je recht niet krijgen. In deze zaak hebben we het ook meegemaakt. Gender Teunissen, de Amandom, heeft hier eens een zaak gedaan. Als gemachtigd en ook eens voor zichzelf, en hij mocht niet eens de rechtszaal in. En het besluit was genomen terwijl hij buiten aan het vragen was en die vraagstukken in had gediend over die, het was meer dan voor de genomenheid van de rechters, dat is eigenlijk puur corruptie. Toen werd dat ingediend en dat werd 2 weken later teruggestuurd van nee, de rechter heeft een beslissing genomen. Een kwartier eerder dan dat u dit vragingstuk heeft ingediend en na de beslissing mag u niet meer vragen, dus ongegrond. Een trucje. Nou, dat soort trucjes kennen we van de rechtbank Noord en die willen ze niet corrigeren. Ze hebben... Ik wil met u geen misverstanden erover hebben. Vraagt u mij op dit moment? Wilt u nee, dat? Nog niet. Nee, ik vraag u waar we zitten, want ze zeggen we moeten samenwerken. Kunnen wij in openheid met elkaar bespreken of dat aan de orde is? Ik vind het wel, mevrouw Paard. Ik meen dat. Ik vind dat verrassend. En ik denk dat iedereen het met me eens is hier. Want dat geeft een hele andere sfeer. Nou, dus u kunt melden als u vindt dat ik niet verder kan, dan hoor ik dat graag van u. Ja? U bent een wonder. Nou, oké. Het lijkt me te veel eer, maar laten we proberen om te zorgen dat iedereen kan zeggen, ja, op dit moment, daar kan ik mee doen. U kunt het er nog onderuit halen, dat is samen zelf. Ja, en in dat geval, ik geef dus een paar voorbeelden. Hè. Meneer Amel, of Gende Teunissen, zoals u het systeem wat kent, net zoals de kenmerken, kentekens in uw systeem anders zijn dan wij gebruiken. Ja. Die werd gevraagd en uw rechtbank zorgde dat die vraging niet kwam en dat het incassobureau staat in Nederland voor die arme, armlastige koning weer verder kon gaan. Maar dat is niet rechtmatig. Dus op dat moment komen wij maar wat te zeggen, dit moet uit zijn. Van 1 keer de fout gaan, 2 keer, maar niet nog een keer. Er moet geleerd worden van ons, van onze fout. Ook van de geschiedenis van de rechtszaken waar we hier nu zitten. Maar we zijn er in ieder geval. In deze haven. Waar ik binnenvaar nu. Vanuit het maritieme recht. Hetzelfde hadden we in Leeuwarden, dat ik... Een keer in een zaak kwam, en de zaal was te klein, er waren 30 mensen.
En toen zei ze, ja, we kunnen geen grote zaal hebben. Zei, nou, dan stellen we het uit en dan komen we gewoon weer terug. In een grote zaal, ja, dan krijgt u een zaal van 70 mensen. Prima, dan kom ik terug in dezelfde kleding als de eerste keer. En ze zei, nee, dat is deze kledingvoorschrift. U mag van de rechter deze zaal niet in die kleding. Ik zeg, waar is dat het zo gebied? Nee, dat is de rechter bepaald. Ik zeg, kan die rechter even hier komen? Want we stonden bij de security. Nee, u moet uw andere kleding uit. Ik heb niet iets anders bij me. Hoef ik ook naar binnen of mijn ondergoed? Nee, dat was mijn probleem. Nou, ik heb dus al toen die zaak weer gevraagd en dat maakt niks uit. De president van de rechtbank aangeschreven, het maakt allemaal niks uit. Het wordt niet rechtgezet tot op heden. Dus als meneer Paris dan ons verwijst naar diezelfde rechtbank waar helemaal geen recht te halen valt, hebben wij een probleem. Dus er komt van het CBO op een gegeven moment weer een verhoging in de kassentoestand en de gijzelingstoestand. Of ze nemen auto's in beslag die niet eens van hun zijn en ook niet van het RDW. Want onze kentekenplaten zijn minder en minder geregistreerd ook bij de RDW. We hebben eigen registratiesystemen, zowel in Marbrat als in Eurostaat, als in Wolderland of bij het eerste Deutsche Reich. Daar werken we allemaal mee samen. En omdat wij niet kunnen samenwerken vanuit ons geweten, vanuit onze wetgeving, vanuit de mensenrechten, vanuit onze grondwetten, met corrupte organisaties. En hoe die corruptie gaat, of ze dat dan via corrupte zogenaamde democratie doen, of bankiers die alles omkopen, of CW, of mensen brainwashen, dat maakt niet uit. Als wij zien dat het zo is en we kunnen het aantonen, zeggen we, dit nemen we niet aan. We nemen het gewoon niet aan. Dus deze boetes en dat soort dingen, dit verhaal, nemen wij niet aan, mevrouw van CW. Dat hebben we ook laten weten. We hebben die super terugsturen met stickers van, wij herkennen u niet, wij kennen uw intentie niet, retour afzenden en nog wat van die dingen. Dat komt u, ze fotograferen alles wat er binnenkomt, maar dat zult u niet terugvinden in de dossiers van die kant. Net zoals ze erg onzorgvuldig zijn over dat ze, godzijdank moeten ze er wat meer moeite voor doen om aan te tonen of mensen wel of niet zeker kunnen stellen dan voorheen. Maar nog steeds maken ze daar zich makkelijk van. En zijn er op dit moment nog stukken die u in het geding wil brengen? Ja, die wil ik in het geding brengen. Ik heb wat kopieën en wat originele, dus ik wil even weten welke volgorde het gaat. Moet ik u de machtiging geven? Of zal ik u gewoon in het dossier laten zitten? Heb in de dossiers die voor mij hebben machtigingen aangetroffen die wat mij betreft voldoende zijn. Oké, dus dat hoeft hier niet bij. Dan ga ik u zo wat kopieën geven. Dan heb ik nog even wat in dit groen. Leg maar even hier op de mooie tafel. Geen kopie. Zijn dat stukken die ik mag behouden? Voor het zijn stukken die je allemaal mag behouden. Ja. In de enkele gevallen, zoals deze bureaucopie, hebben we daar het Vincent Vragingsstuk wat. Destijds. Is nog niet lang geleden. Ja. Maar de gronden zijn nog interessant, maar kunnen hetzelfde zijn, afhankelijk van wat u kiest. Heeft u het voor mij, zeg maar, ook voor het Openbaar Ministerie? Of? Ik ga hetzelfde setje, behalve die grondwet, die heb ik maar één keer hier, ook aan de ministerie gegeven. Ja. Zij kunnen zo op het internet vinden, want daar staat ook op gepubliceerd. En de website staat er al van. Alsjeblieft. Ja, dank. Dan is dat nu het officieel dossier. Ik krijg hier dit setje ook. Ik geef hier een gekkigheid terug. Die wij toch niet meer nodig hebben. Het punt is met het CNB, je kunt het in elke zaak weer opnieuw geven en ze doen net alsof het nog nooit gekregen was, alsjeblieft mevrouw. Dank u wel. Wat is uw naam trouwens? Mijn naam? Ja? Of voornaam? Dus nee, ik ben niet namens het pakket CVR. Ja en nee. Voor mij bent u hier een levend mens. Met bloed in de adem dat stroomt en ademt en bezield is. Want dat is zoals ik hier sta. Ja. Bloed stroomt door mijn adem, mijn longen ademen. Nou, voor u zit het natuurlijk in een heel brede context, deze zaak. En nou, ik ga u toch vragen of we een beetje kunnen trechteren naar die drie... Nou, eigenlijk hebben we een mooi voorstukje gedaan. De vraag die ik u het eerste ga stellen,
mevrouw Frederik van Aert, wilt u met een remedie komen voor dit hele probleem, voor de plunderingen van mij, van de tweede generatie, van dat geweld wat er komt met die 150.000 gijzelingen, en het gaat me door de voertuigen die in beslag worden genomen, ook vannacht weer was er eentje, die stond met pech langs de weg, afgesleept. Die meneer is net homo afgevoerd, meneer Vladimir. Hij is nu wel weer vrij, maar dit is voor ons klaar. Op welke grond die koning dat ook meent te moeten doen, wij nemen het niet meer aan en we accepteren het niet. In de conclusie die u daar heeft, staat ook op Mabahata. De conclusie van het Supreme Court of Justice, inclusief onze subcourt voorgenoemd, moet daarom luiden dat alle wetten die in strijd zijn met de grondwet van Mahabharata, dat is wereldwijd, onverbindend zijn en daarom onverbindend dienen te worden verklaard. Dat is eigenlijk wat wij vragen. Wij vragen niets minder aan u dan, hè, omdat ik hier als mens sta en ook voor mensen opkom en ik u als mens aanspreek. Ik ga ervan uit dat u bezield liggen met bloed tot door uw adem stroomt. U ademt. Ja, daar ga ik ook vanuit. Godzijdank. Maar hè, die camera's die het CIB of de medicatie opdrachtgevers allemaal neerzetten. Ja. En die computers met die beambtenaar 404040 die niet bestaat, dat zijn geen aanspreekbare mensen meer. Nee. En dat gaat gewoon door. We, hebben, hè, we zitten in de tijd dat we ons moeten realiseren dat wij zelf verantwoordelijk zijn. Dat ieder zijn dharma heeft zijn juist gedrag zoals onze schepper dat bedoeld heeft. En dan kunnen we altijd met elkaar samenwerken. Ja. Nou, dus ik vraag u eigenlijk om een remedie. En dat vraag ik, en ik heb het daar beeldend uitgelegd met zoals ik zeg, ik kom van een grote oceaan, u bent aan land, u vertegenwoordigt als havenautoriteit de wetten van het land waar ik u tref. Ja. Ik kom gehavend, kom ik een haven binnenvaren. Scheurbuik, drinkwater is op, averijstormen, gebroken masten, lekkende boot. Geplunderd door zeerovers onderweg. We kunnen eigenlijk niet meer verder, maar er is een haven. En wij vragen eigenlijk van, oké, wij komen, we respecteren in eerste instantie. We hebben onze eigen vlag op het schip, Mahabharata. Dus we zijn een soevereine land, Mahabharata. Maar we vragen in eerste instantie, net zoals ik dat hier doe, wat zijn uw huisregels? Kunnen we eraan houden? We willen niemand voor het hoofd stoten. Dit is onze situatie, die is belabberd. Met het schip, we moeten hem opknappen, we moeten drinkwater hebben, we moeten medicijnen hebben, kruiden, want die scheurbuik, gras is ook wel goed. Normaal gesproken, als dat land onbevolkt zou zijn, u was daar niet en u had geen koning die u daar in de haven had gezet, zouden wij gewoon drinkwater uit de beek halen, gras, kruiden eten, hout hakken om het schip te repareren. Niets aan de hand, maar u bent u er. Ja. Zoals u hier bent. Ja, wat u ik u te bieden heb, is recht spreken volgens de Nederlandse wetten, zonder daarbij het persoonlijk uit het oog te verliezen. Dat is wat ik in de aanbieding heb in deze situatie. Dan zit u in een moeilijke situatie, want u kent artikel 120. U bent niet gemachtigd door de makers van die wetten waar zij het over heeft, om wat hier gebeurt te toetsen aan de Nederlandse grondwet. Nee. Dus u maar bent hier. Wel aan de Europese verdragen? Ja, die dwingen die koning om een beetje mee te doen. Aan de andere kant kwam het volk daar eigenlijk niet terecht. Dus, en die kunnen u niet afdwingen ze op te volgen of de koning niet afdwingen. Dus we zitten in een. U zit eigenlijk, maar wij zitten ook samen in een moeilijk schuitje. Wie vertegenwoordigt u? Nou, en omdat wij zoveel geweld en narigheid hebben meegemaakt en zoveel averij hebben opgelopen, zitten we nu in deze haven, die we dan even Paleis van Justitie noemen. Wij staan hier, u bent daar, en wij vragen u om alles wat we nodig hebben, om een remedie voor dit probleem, zodat wij van mens tot mens, op de meest menswaardige, universeel menswaardige wijze verder kunnen. Ja, ik heb gezegd dat ik in de aanbieding, als u met mij wil proberen, dan kunnen we dat doen. En misschien ziet u aan het eind of het gewerkt heeft. Goed, nou, dan schets ik het verhaal verder. Want dit heeft te maken met de geschiedenis van de rechtsgang. De rechtsgang is opgezet uit egoïstische ideeën. Egoïstische ideeën komen uit zelfzuchtige gedachten die iets op willen leggen aan andere vrije mensen. Iedereen is in principe soeverein vanaf geboorte. En waar je gaat mensen
dingen leren of je gaat ze manipuleren. Dat noemen wij hier onderwijs op deze scholen. Oh, in opvoeding. Gelukkig hebben we in Maruata en in het Sababa-veld en in het Taalveld en ander onderwijs. Maar in principe is ieder mens een vrij wezen, zelfverantwoordelijk, doet wat zijn authentieke hart, het is niet een aangeleerde hart, niet een aangeleerde mensenhart wat geprogrammeerd is, maar zijn authentieke hart zoals de schepper dat bedoeld heeft, hè, wat de ziel komt doen, aangeeft. En als dat is iets harder rijden dan op dat paaltje staat, en iets langzamer rijden dan op dat paaltje staat, dan is dat zo. Want anders en liggen voor u dan wel de grenzen weer in dat je niet in de vrijheid van een ander komt? Want precies, je zit wel met dat elkaar. Komt u hier ook tegen. Ja. Het mag nooit mijzelf of anderen schaden. Ja. Ja. Maar dat paaltje, wat zegt zo hard. Ja. Als je zo hard rijdt, kun je misschien de situatie wel gevaarlijker maken. Terwijl als je iets harder rijdt, kun je het harmoniseren. Ja. Dat is mijn werk. Ik geef op die manier ook rijlessen. Ook aan kinderen van 12, 13, 14, 16 jaar. Op de fiets. Met de auto. Ja, met de auto. En, maar op momenten en onder condities dat ze nooit zichzelf of een ander schade inbrengen. Ja. Ze leren verantwoordelijk te zijn. Juist verantwoordelijk te zijn. En dat zijn rijvaardigheidslessen. Als het hier in Nederland, als, u weet, als je hier je rijbewijs haalt en je bent er doorheen, dan mag je dezelfde dag met je rijbewijs in de bergen gaan rijden waar je nog nooit gereden hebt. Levensgevaarlijk. Zoals bij ons niet. Je krijgt een rijvaardigheidsdiploma voor datgene wat je echt kunt. En als je dat in het platteland al kan, maar nog niet in de stad, dan heb je dat voor het platteland. En later kun je het voor de stad halen, of voor de bergen, of op de road, of in de deserts, of in de wetlands, whatever. In de skycars, of we hebben allemaal mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor de paarvaardigheidsbewijzen, vliegvaardigheidsbewijzen. We hebben ze allemaal zelf, we drukken ze zelf, we maken pasjes ervan. Redelijk herkenbaar voor uw systeem, want niet alles is slecht geëvalueerd in uw land of in dit district. Wat goed is behouden en wat slecht is, dat vervangen. Maar het gaat ons niet om pasjes. Het gaat om dat die mens die stuurt of vaart of vliegt, dat doet vanuit zijn authentieke hart. Hij moet absoluut voelen dat het klopt met zijn geweten en met verantwoordelijkheid. Want mijn hart klopt samen met de uwe en die van iedereen en kan nooit elkaar schaden. Dat is allemaal aangeleerde misvatting, dat is allemaal onwetendheid. Met een heel rechtssysteem wat eruit ontstaat, gemaakt om rijke rijken te houden en machtige machtigen te houden. Dat is niet volkerrecht. Dat wordt verkocht als volkerrecht, net zoiets als die politiek verkocht wordt als democratie. Maar dat is ontworpen om de mensen met elkaar bezig te houden, zodat de rijken en machtigen hun eigen gang kunnen gaan ten koste van alles en iedereen. Het hele geldsysteem is zo ontworpen. Geld is een hypnose dat maakt dat de mensen zichzelf en elkaar gaan hypnotiseren. En degene die die hypnose en die middelen hebben ontworpen, die lachen ze rot op de achtergrond. Ze hoeven helemaal niet meer met zwepen en dat soort dingen mensen hun ding te laten doen. Mensen doen het zelf. Ze worden bang voor de CIB. En de CIB wordt bang, u wordt bang. Als ze uw salaris niet krijgen, want de hypotheek en de bankiers lachen ze rot. En de mensen erachter. Dat is klaar. Dat is helemaal klaar. Dan wordt het ook opgenomen. Het wordt gewoon gedeeld met iedereen. Want wij doen alles transparant. Ook omdat wij gecorrigeerd willen worden. Of willen leren van onze fouten. We willen onszelf kunnen corrigeren. We wilden de rechtbank dat maken. Maar u heeft nu een kans. Wij komen van deze zee gehavend. Ik heb geen geld meer. Ik heb geen bezittingen. Ik heb al die dingen in huizen afgepakt. Kinderen zijn afgepakt. Sommige van mijn kinderen heb ik 20 jaar niet gezien, want de staat heeft ze afgepakt. Sommige hebben van mijn kinderen ook van een latere leg en die zijn in jeugdzorghuizen gestopt. We hebben geprocedeerd, we hebben alles gedaan om ze eruit te krijgen. We hebben met honderden gewerkt. En advocaat Peter Prinsen, die u misschien ook kent, hij is gepensioneerd, gespecialiseerd op dat vak, omdat hij ooit als vader meemaakte als kinderen ineens verdwenen, toen is hij advocatuur gaan studeren. Is hij gespecialiseerd om voor die vaders op te komen. Vlak voor zijn pensioen waren wij de eerste zaak. Wij zijn dus de eerste zaak dat de kinderen ogenblikkelijk teruggegeven moesten worden aan de ouders. Ze moesten van geheime adressen hier in Den Haag komen, kleine kinderen, maar ze kwamen terug. He? En al die andere.
andere kinderen. Er gaat zoveel mis. Nou, zo gehavend, dus spullen, goederen, mogelijkheden om in mijn levensonderhoud te voorzien, om dat zelf te doen. Om zelf aan de kant te gaan en dat water te halen of dat hout te hakken. Al die dingen, alles wordt verboden, wordt onmogelijk gemaakt, wordt geplunderd voor er zelfs opgebouwd kan worden. Corrupt. Corrupt. Hij als ik met een plan om een motor op water te laten rijden en alle bewijzen daarvoor naar India ga met een geldig visum, word ik ineens in 1990, gaan de computers op rood bij de aardige security. En ja, ben ik zo bij ons al foutjes, want alles in orde. Dan weet ik het al. Nee hoor, Wim Kok, de toenmalige premier, heeft samen met Beatrix even geregeld dat mijn visum werd ingetrokken. Beatrix wilde daar de Millennium Leap veilig overwinnen. En ik moest daar niet in diezelfde tijd ook zijn. En zeker niet met een ding wat mijn bedrijf, de Shell, niet wilde dat op de markt komt. Dus mijn visum werd ingetrokken. Voor mij best een beetje ver af van de zaak. Dus overleven ze, omdat ik kan niet op een gewone wijze op mijn wat ophouden. Want alles wordt door uw koning en zijn mensen kapot gemaakt. Ja. Dat lijkt me een kernachtige samenvatting van uw standpunt. Goed. En dat geldt dus ook voor de volgende generatie. Ja. Kinderen die niets op kunnen bouwen, want alles wordt kapot gemaakt. Ze krijgen de schulden omdat ze samenwerken, gewoon cadeau. En dat is het probleem, een groot probleem, waarvan wij zeggen, kunt u met de gemeente komen? De volgende vraag van meneer Paris, die maakt hier geen tijd voor, geen aandacht, die wil hier niet mee te maken, maar ik ken hem al lang, hij was een aantal keer gevraagd, enzovoort. De volgende vraag is, als u dat niet geeft, dan vraag ik u om een cure and maintenance. Als ik niet zelf naar de kant kan om die zaken op te zoeken, en staat mij daartoe, want u bent bang voor besmetting, wie weet wat er op dat schip is met die zieke mensen, dan vraag ik, dan moet u dat water naar ons toe brengen. En cure and maintenance. U praat in een mooie beeldspraak, maar wat zou u in deze drie zaken, ik heb dan misschien een beperkte taak. Dat u eigenlijk zegt, ik ben niet bevoegd om deze mens en voor wie die staat, wat voor oordeel dan ook op te leggen. Enerzijds omdat hij geen volgerechtelijk recht bent, u bent een beëdigde rechtsambtenaar, dat bedrijf heet de Staat van Nederland, de Staat van Nederland staat geregistreerd als bedrijf. Nee, maar dat maakt u een concrete vraag, dat ik mijzelf onbevoegd verklaar om deze zaken te oordelen. Om deze zaken te doen, want dat is eigenlijk wat u bent. Want als ik hier sta namens rijdt het volk, en u mag niet eens toetsen aan een grondwet, die in principe door wij het volk gemaakt zou moeten zijn, omdat Wim Kok, jezelf te maken net over had, na twee kabinetten te laten vallen en in ruil voor een commissariaat bij de Shell, van een miljoen per jaar waar hij niks hoeft te doen, ineens, en misschien ook wel dat hij gechanteerd wordt hoor, omdat zijn kinderen bedreigd werden, als hij het niet doet dan, ik wil even niet daar te veel over zeggen, ik wil hem zeker niet beschoren voor zijn keuze, ik schets wat er gebeurd is. En hij heeft die artikel 120 doorgeramd zonder dat iemand het kon stoppen. En dus het volk heeft helemaal geen rechten meer, ook al denken ze van wel. Nee, nou, dus ik zit hier niet als volkenrechter, constitutioneel rechter. U zit hier als beëdigd bedrijfsmedewerker van dat bedrijf van die koning. Nou, dat vind ik op zich geen bezwaar als u dat zo ziet. Maar in die hoedanigheid denk ik wel dat ik een oordeel mag geven over deze drie zaken. Zeker nadat ik u gehoord heb en u de ruimte heb gegeven om daarover te zeggen, want denk ik wel dat ik mezelf bevoegd ga achter binnen dit kader om een beslissing te nemen. Wat u in uw eigen hoofd allemaal van zichzelf. Ja, nou, maar ik kwam niet zo goed uit mijn eigen hoofd. Dat noemen wij onwetendheid of verwardheid of wat dan ook. En ook de angst dat u denkt dat u dat werkelijk moet doen, want anders mijn baan of mijn collega's of dan krijg ik problemen. Of er komen andere mensen zo met dat verhaal en dan liggen ze op YouTube. Ik kan best voorstellen hoe moeilijk die situatie is. Want elk van ons is daar op een of andere manier gekomen. Of het nou is bij mij als fysiotherapeut, of als medewerker op Schiphol, als rolstoer, ergens loop je vast in dit samenstelsel. Maar u vraagt mij om een tussenbeslissing te nemen over mijn bevoegdheid volgens mij? Ja, als u zegt, dit gehoord hebben, dit begrepen, ik wil eigenlijk deze vraag beantwoorden positief, ik geef deze mensen van mee, dus u gaat zorgen dat wij zelf niet mogen rijden zonder iedere keer van de weg gehaald te worden, dat we voor ons levensonderhoud kunnen zorgen, alles as long as we don't hurt anybody. Yeah. Dat zei ze in de newspaper al. People do what you want, be what you want, as long as you don't hurt anybody. Yeah. Ook verlicht idee. Dan is dat goed.
Als je dat weigert, dan moet je bij het zitten. Dus op dat schip zit ik hier en hoe moet ik dan verder? Want dit is niet. Nee, ik denk dat ik minder macht heb dan u mij toedicht. Dus ik zie eigenlijk voor mezelf over deze drie zaken. Dan help ik u. Hè? Dus dan zeg ik van. Zullen we dan wel doorgaan met de. Nou, dan vraag ik u, als u niet in de mede leeft, ja? Pure en maintenance, wilt u dan mij die geneesmiddelen geven die we zelf niet kunnen krijgen? De middelen. En waar bestaat dat uit? Wat kan ik me dan geven? De zorg, alles wat we nodig hebben. Het geld om de boetes te betalen, want dat wilt u dan in stand houden. De middelen om van te kunnen bestaan, om ons te genezen. Kijk, als we niet voor onszelf kunnen zorgen op deze planeet, want u zegt wij zijn de baas op deze planeet, dan bent u maar zo klein met die koning. Ja. Maar u denkt dat u zo machtig bent met al het geld en al die politie en al dat leger. Die zit ik er ook weer niet in hoor. Maar, U zit hier, maar het is wel zo. Het is wel zo geschetst. Het is niet voor niks dat we altijd zoveel fans hebben in die bijenkurve. Ik zeg maar even bij. Maar heel praktisch, ik ga niet mijn portemonneetje trekken. Ik geloof ook niet dat ik ergens een kas heb waar ik het kan leveren of iemand kan opdragen om u daarvan te voorzien. Maar die is er wel. Die is er wel. Net zo goed als u kunt beslissen om narigheidsbalans neer te leggen, kunt u beslissen om faciliteiten bij ons neer te leggen. U heeft meer macht dan u denkt. Ik heb in die rechtszaken zijn die strafzaken. Waarin ik vroeg, mag ik voorzieningen, zodat ik kan opbellen vanuit mijn gevangenis van een jaar. Nee, dat moet je maar met het huis- en woningdirecteur regelen, zegt die rechter. Dat is niet waar. Ze kan de voorzieningen afnemen, maar ze kan ze ook veroordelen. En maar dan praten we niet puur over geld in dit geval? Het gaat nooit om geld. Want ik zei, geld is een hypnose ding. Eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Maar ik wil wel de mogelijkheden om dit op te kunnen lossen. Om weer met dat schip verder te kunnen varen, met een gezonde bemanning, met een stevig zeewaardig schip, waar dan ook naartoe. En u op uw land als goede vrienden achter te laten in uw proces. En wij gaan door. Maar waar we elkaar tegenkomen, geen geweld. Want als u dat doet, en of het nou indirect is of direct, met corrupte wetten of met agenten die opspringen. Hier springen ze niet op, maar u weet het zelf goed, waar ik bij andere rechters en bij meneer Parissen al ongeveer stond te trekken. En dan draai ik me om en zeg, jullie zijn niet de partij. Zeker, get that behind me, zei ik tegen. Want het is satanistisch stelsel dit, en egoïstisch, zelfzuchtig stelsel. Met satanische rituelen wordt het in stand gehouden. En, sorry, ik heb niks tegen Satan, ik heb niks tegen wie dan ook, prima. Maar ze gaan wel achter mij. En, dus dan vraag ik u om pure en maintenance. Zorg voor alles wat wij nodig hebben, zolang wij niet voor onszelf kunnen zorgen. Nu wij met averij hier... Maar ook daar, wat ik u voornamelijk te bieden heb, zorgen dat ik goed naar u luister, maar ook luister naar wat het Openbaar Ministerie zegt. En proberen de juiste beslissing te nemen. Deze vraag in de aanbieding heb. Wordt ook aan het Openbaar Ministerie gesteld. Zij zullen moeten zeggen, wij stoppen hiermee met mensen gijzelen. Dat mag niet. Dat staat ook in de volkenrechten, ik geloof in het LIPO. Je mag iemand om financiële redenen niet gijzelen. Trouwens. Is dat dan misschien goed om aan het Openbaar Ministerie te vragen of ze aan een standpunt kunnen innemen in deze zaak? Of ze deze hele zaak in de prullenbak kunnen willen gooien en ook niet meer met dit soort zaken ons lastigvalt. We nemen ze niet aan, we herkennen u niet, we herkennen dat gedachtegoed niet, want het is onmenswaardig. Maar het gaat tegen. Ik zou op prijs stellen als u dat dan weer bij mij neerlegt, hè? Maar dan lijkt het me wel een goed moment om u te vragen een standpunt in te nemen in deze drie zaken, zodat ik daarna weer met u verder kan. Ja. Dank u wel, mevrouw de kantonrechter. Nou, ik heb goed geluisterd naar wat meneer hier heeft gezegd. En ik zie dat op heel veel punten toch heel anders. Ik zie wel drie afzonderlijke zaken welke vandaag aan u ter beoordeling zijn voorgelegd. Het gaat om drie snelheidszaken. En anders dan meneer ga je nog uit van de regels welke de beroepsprocedure hier, de regels binnen de beroepsprocedure. Een van de regels is dat het beroep tijdig moet worden ingediend bij het kantonrechter, maar ook bij de officier van justitie. De eerste zaak wat op de lijst staat, eindigend op CEW nummer 9906, is meneer te laat geweest met het instellen van beroep bij de kantonrechter. Dat geldt ook voor de zaak CEW nummer eindigend op 5399. En in de derde zaak is meneer te laat geweest met het instellen van beroep bij de officier van justitie. En CEW nummer eindigt op 8203. Nou, deze beroepstermijnen gelden voor ieder welke een beschikking krijgt wel opgelegd. Deze beroepstermijnen zijn ook heel strikt. Dat betekent dat, dat er beroep moet worden ingesteld binnen die geldende termijn van 6 weken.
En bij het instellen van de buitentermijn geldt dat in principe dat beroep niet ontvankelijk kan worden verklaard, tenzij daarvoor een geldige reden wordt aangedragen. En dat zie ik in deze niet. Dus ik wil je verzoeken om in de beroepen waar meneer plaats heeft met beroep instellen bij de kantonrechter het beroep niet ontvankelijk te verklaren. En in die ene zaak waarin meneer te laat was, het instellen van beroep bij de officier justitie, het beroep ongeacht te verklaren. En dat is het standpunt wat u in deze zitting zou willen innemen. Dat geeft u weer stof om verder te praten, vermoed ik. En het geeft zo'n mooi voorbeeld van de onwetendheid en de domheid, de stand van zaken. Dus ik kom nu gehavend in dat haventje aan. Zij vertegenwoordigt die koning. Ik vraag om een remedie, een cure, een maintenance. En zij zegt, u bent te laat binnengevaren. Ze heeft notabene haar eigen piraat op ons afgestuurd, waardoor de masten kapot zijn, waardoor de mensen ziek zijn, waardoor enzovoort. En zegt, dus u bent te laat binnen, dus u heeft geen recht meer op beroep. U heeft geen recht meer op rechtspraak. Mevrouw, er is helemaal geen rechtspraak bij uw systeem. Dit is zo compleet voorbij en corrupt. En wij het volk, waar ik voor sta, maar zijn er klaar. Maar richt u zich nou tot mij, mevrouw niet individueel waar, En toch zie ik mevrouw als mens. En ik sta hier als mens. Ja. En ik spreek haar aan als mens. Want ik kan ook tegen de computer zeggen, meneer Del, er is... Ja, dat heeft echt niet zoveel zin. Ja, de NSC luistert mee, maar dat doen ze toch. Ja. En die moet zich ook wat formuleren. Het is nog steeds aan u om dat aan hun te zeggen. Ik ga ervan uit dat u dit meer kunt overzien dan dat verhaal. En dat is ook uw taak binnen uw positie die u gekozen heeft om te onderscheiden en daar een wijs verhaal op los te laten. En ik laat u zien dat er geen grondrechten onder zijn op wat u ook doet met dat systeem. Dus het is niet gekoppeld aan het volkenrecht. Sterker in die stukken vindt u het ook. Het is niet gekoppeld aan een recht dat die koning zou opeisen. Want dit is het 14 mei. 1940 gebeurd. Nee, 14 mei. Het voltallige kabinet in Nederland was met Wilhelmina ineens het land uitgegaan, want ze hadden iets geregeld met die Nederlandse vrienden om het bedrijf wat op te pimpen. Door wat oorlog, dat bedoelen ze ook aan. En dus 39 had die koningin al geregeld dat ze dat in Engeland gingen afwachten, hoe hier een slachting plaatsvond. Nu zijn ze bezig met de Oekraïne en Rusland, hetzelfde clubje. Gladio-netwerk enzovoort. Deze mensen zijn het land uitgegaan, maar de grondwet die toen leek te gelden, als dat een geldige grondwet was in 1940, zegt dat Nederland niet vanuit een buitenland geregeerd kan worden. Dus prima, verlaat het schip Nederland, koningin met je nepregering, maar als je terug wilt komen, zijn wij het volk degene die kiezen of jij welke positie je krijgt. Maar ze zijn teruggekomen, slim, via Zeeland, met helikoptertjes, Shell, media in toestand. En ze hebben gewoon de boel gekraakt. Ze hebben die landgoederen gekraakt, ze hebben ze weer koninklijke domeinen. Ze hebben de posities weer ingenomen. En de bedrijven floreren meer dan ooit. British Petroleum, waar Shell mee samenwerkt, heeft de hele Tweede Wereldoorlog door de Messerschmitts van Hitler, van brandstof voorzien van olie, smeerolie, zonder dat olie ze niet eens omhoog om Londen en Nederland en wat dan ook te bombarderen. Hè? Waarom zijn de olie-fabrieken nooit gebombardeerd? Wel allerlei concurrenten, maar nooit de olie-fabrieken, omdat de aandeelhouders van die olie-fabrieken dezelfde zijn in Amerika als die de oorlog kregen. Dat was in de Napoleon-tijd zo met Rothschilds. Het is nu niet anders. Nu probeert ze met Rusland en Poetin. Nou, wij het volk zijn er zat. En we zeggen dus, die wet, en als je ook roept op die grondwet van die koning, die is er niet. Die is met geweld en misleiding voortgezet. Gaan we terug naar 1898? De Bataafse Republiek. Wij het volk, had in consensus met afgevaardigden van het volk en met wat daar bestuurde, gezegd, dat wordt onze grondwet. De grondwet van de Bataafse Republiek. Heeft in de zaak Paris heeft hier op papier gekomen. En de vraag is, dus hij ligt hier ergens in uw paleis. Hebben allemaal ingediend. De Bataafse Republiek was in consensus met het volk en voor het volk en door het volk opgezet, hoe we dat dan gingen regelen met elkaar, met arm en rijk en dergelijke. En het was afgesproken, de eerstkomende 5 jaar zal er niets worden veranderd in deze grondwet. We gaan
gaan we eerst dat toepassen. 1-2 jaar later begon Napoleon zich ermee te bemoeien. Hoppa, die hele grondwet werd weggedrukt, want een laag van geweld kwam er overheen in uniformen. En mensen die protesteerden werden weggestuurd. Nou, u vindt YouTube's op Duitsopen, daar staat het ook afgebeeld. Onze kinderen maken daar plaatjes van. Dus we zullen terug moeten gaan naar de Bataafse Republiek. Ik weet niet op welke wet u wat u een hoofd of een eed heeft gezworen, maar waarschijnlijk niet op de Bataafse Republiekwet. Dat is de enige grondwet die volkenrechtelijk gezien hier nog iets te zeggen heeft. En die zegt niets over snelheid, boetes en bekeuringen en overtredingen. En dat zou wij het volk ook nooit maken. Dat is gemaakt, dat is het onzin en ongein, door rijke mensen die daarmee macht en controle willen hebben. Sorry, dat nemen wij niet aan, niet langer. Dus wat u ook meent te beslissen om dit geweld voor te zetten, anders dan u zeggen, stop, meneer Teunissen en Marat en u, wij respecteren u, zolang u geen gevaar voor onszelf en anderen bent. Valt u niet onder het strafrecht, u rooft niet, u verkracht niet, u moordt niet, wat er nog meer niet aan aanvaarlijke dingen. We martelen niet. Gijzelingen, martelingen, dat doen we gewoon niet met u en met wie dan ook waar we terechtkomen. Als we dat wel doen, dan hebben we het strafrecht. En dan kunnen we dat soort mensen gebruiken die getraind zijn om hun kracht te zetten. Om iemand eventueel daarin te stoppen. Maar onder volkenrecht. Niet onder bedrijfsrecht, want u werkt nu onder bedrijfsrecht. Voor een bedrijf, een multinationale onderneming die u chanteert en misleidt. U werkt niet voor wij het volk. Terwijl u denkt vandaag, en u ook. Ja. Dus ik wil bijna tot een uitspraak komen, dus er zijn nog puntjes op de i te zetten. Nou, we hebben het verhaal nu vastgelegd, we hebben het geregistreerd. Dank dat u dat toestaat. Het is het publieke domein. Er worden YouTube's van gemaakt om dit uit te dragen. Tot nu toe bent u nog steeds een wonder voor mij. Wat u ook gaat uitspreken, als u anders uitspreekt, dat is oké, we stoppen dit, we houden het aan. U kunt ook zeggen, we houden de zaak aan tot we het hebben opgezocht. Ja. Ik probeer mee te denken, hè, want uw positie is erg moeilijk. U kunt zeggen, ik moet hier overdenken, we houden het aan. Dat doet u gewoon een paar honderd jaar of zo. En dan hebben wij de tijd wel om bijvoorbeeld te onderrichten, zodat dit anders kan worden. Het Mille Pure Land kan het staan. U ziet hele mooie dwarsverbanden, denkt duidelijk out of the box. Ik heb geen kleinheidswaanzin. Nee. Snap je? Ik ben vermeerd toerekeningsvatbaar. Ja. Maar ik ga ook daar is een mooi voorbeeld van. Nee, dat is een psychiater, verjeten. Ondanks uw mooie betoog, denk ik dat ik het weer klein moet maken en dat ik met de wet Mulder in de hand moet zeggen. Het gaat om 3 kleine snelheidsovertredingen. Nou, dan bent u dus vooringenomen. U kunt niet anders zien dan dat kleine stukje van de koning en dergelijke ten opzichte van wij het volk. Ja, zo ziet u dat. En ik denk dat dit is wat ik moet doen. In 2 zaken zeggen dat het beroep niet ontvankelijk is, want te laat ingediend. En in 1 zaak ongegrond, want te laat bij de kantonrechter. En dan hoop ik dat alle dingen uit te dragen. Te laat is ingediend. Hoe kan iemand die geen postadres heeft, die niet aangeschreven kan worden, die geen geld heeft, die geen huis heeft, hoe kan die in godsnaam aan die termijnen voldoen van een CIB die daar enorme computers heeft, om dat allemaal uit te kotsen, dat soort dingen. Mm-hmm. En, zo, en trouwens, die koning beleeft die de termijnen met zijn politici. Hè? Hoe kan wij het volk daar überhaupt nog aan voldoen? Als je wordt gespend en doodgegooid en je wordt gegijzeld en je wordt gevolgd en je auto wordt weer afgepakt en je moet overleven, je moet zien naar een veilige haven te vinden en dan kom je hier binnen en dan zeg je nee hoor, ik hou me net als u aan de martelingen en aan de berovingen en aan de verkrachtingen en ik ga daar lekker mee door. Maar dan zeg ik, dan bent u veel meer naar voren genomen. Dan bent u geen man. Dan bent u geen menswaardig mens, wat ik in u wel zie. Ik kom net uit Zwitserland. Dus ik denk ook dat ik hierna nog best eens zal nadenken over wat u gezegd heeft. Maar ik wil ook proberen om deze 3 zaken te beslissen. Want dat is ook een taak die ik heb. En dat loopt teleurstellend voor We hebben geen teleurstelling. We hebben de teleurstelling over wat hier gebeurt. Want dit interesseert ons helemaal niets. Ik hoor een fluitje.
Mijn excuses. Oké. Okay. Er is toch geen geld en al die dingen. En dat, wat ze ook willen, het enige wat ze proberen, waarmee ze proberen te redden, is met termijnen die wij niet kunnen halen, die ze zelf opstellen. Okay. En zodat ze gemachtigd zijn om geweld in te zetten en dat er niet over gesproken wordt. Maar dit verhaal is vastgelegd. En iedereen die gaat onderzoeken, gaat ontdekken dat hier heel veel in zit. Ja, er is toch veel gebeurd, zegt u. Wat zegt er u? Is toch veel gebeurd in de afgelopen... Nou, dit is niet voor niks. En wat u denkt dat u moet doen, of wat u werkelijk moet doen, dat is een verschil. Is het uw mensenhart die denkt dat u het moet doen? Of is het uw boeddhahart noemen, wat uw ziel zegt, die weet wat u moet doen? En als u weet wat u moet doen, zult u nooit een beslissing nemen. U komt er zult u nooit oordelen over anderen. Want dat zijn grote voorganger die in deze cultuur Jezus eten. Is ook niet oordelen. En zo was het Mozes, wie was het dan? Wijzig mensen die dat soort suggesties geven. Overweeg dat eens. Probeer dat eens uit. Ja. Maar niet iedereen heeft dat lef al. Om dat uit te proberen of de ervaring opgedaan waar je dat toe leidt. Dat is aan u. Maar het is wel zo dat alles wat u kiest, het raakt niet ons, het komt bij uzelf terug. Dat heet de wet van terugkerende kracht, karma, oorzaak en gevolg. Nou, dat geeft daar, u mij dan nog mee. Maar daar waarschuw ik u ook voor. Ja. Want ik kan niet voor u kiezen om juist te doen. Maar ik kan wel zeggen, ik doe niet met uw gemarteld en uw systeem hier mee. En dat geldt voor ons allemaal. En dat zeggen we ook de Kamer en dat zeggen we in uw paleis en uw haven. Want als u ons dus weigert daarmee te geven, de cure en maintenance, dan zegt u dus, crepeer op je schip, crepeer maar. En dan gaat u tegen de meest basale menselijke behoeftes in. Dan wilt u helemaal niet samenwerken. Dan bent u minder dan een mens, dan bent u dierlijker dan een dier of enzovoort. En dat is uw karma. U zult uw ziel, die niet dat plan heeft, want die weet wel dat we één ding zijn samen en elkaar alleen kunnen helpen. Steunen. U weet dat u iemand drinkwater moet geven. U weet dat u iemand de hulp moet geven. Dat vragen kunnen. En hoe we dat eruit gaan laten zien, daar kunnen we het over hebben. En als u zegt, daar wil ik nog een tijdje over denken, houd zo lang aan als u wilt. Ondertussen houden wij ons aan je leven. Ik ga er niet langer over denken. Maar dan hoef ik ook niet meer te denken. Want dan zeg ik, dan claim ik mijn soevereiniteit en voor alles. En ik heb u toch ook behouden, hoop ik? Nee. Wat is dat BSN'tje, de burgersnavelnummer? Wie heeft dat gedaan? Weet u dat er bankdocumenten zijn waarmee de negers die in de tijd werden verhandeld, dan moesten ze niet iedere keer naar de handelaar, dan konden ze daar op de markt vastgebonden houden en namen ze documentjes mee. Maar ja, die neger zo en zo, een nummertje, een tattoetje vind je wel terug. Tegenwoordig willen ze dat chippen. En dat zijn slavendocumenten. In het BUPO wordt iedereen geacht om zich actief te verzetten tegen slavernij en alles wat er mee samen op de burgerlijke politiek legt. Wij verzetten ons daar actief tegen. Dus dan claim ik mijn soevereiniteit. Ja. Want u kunt niets tussen mij en mijn schepper zetten. Maar ik ga wel de beslissing die ik genomen dat heb. Dat kunt u niet doen, want ik vraag nou nu. Dat is goed. En dat doe ik om u te helpen. Om u. Dat zult u misschien nog niet zien, maar nu krijgt u een paar nachtjes om erover te denken. En dan komt ik heb wel de beslissing al genomen. Maar u heeft hem nog niet uitgesproken. Ja, en zelfs als u hem uit hebt gesproken, is hij nog niet gegriffeerd. En zelfs als hij gegriffeerd is, moet hij bij ons zijn. En dan de pas kunt u een vraag zeker noteren, neem ik aan, de vraag in. Dus daar gebeurt dan weer mee wat er in het systeem gebeurt. Hè? En dan zullen we daar een zitting mee besluiten. Ja, in dat stuk staat ergens in naam met een veentje te veel, vervaart heb ik ervan gemaakt. Dat is wat u heeft gezegd. Dat kan ik wel overheen kijken. En ergens noem ik de geschiedenis van het Duitse Rijk, waar hetzelfde is gebeurd. De Bundesrepubliek existeert niet. Mijn vraagverzoek moet ik natuurlijk juist niet beoordelen. Nee, precies, maar ik zeg het even ook voor de opname. Daar staat ergens, noem ik het, het Habsburgse Rijk, maar dat moet zijn de Weimar Republiek of zo. Dus dat is dan even bij de regel. Waar is de Kamer daar wel uit? Anders maken ze maar tijd voor de zaak. En zo moet dan vragen ze. Maar u zult beslist weer een uitnodiging krijgen voor een zitting. En want u bent daar ook welkom. Ik weet het. En ik geloof in het wonder dat u bent. Ik geloof, ik kom gisteren uit Zwitserland. Dus het sluit wel positief. Nee, realistisch. Oké. Gisteren kom ik uit Zwitserland gereden en daar groeten de mensen elkaar met kruiskot. Ja.
Ja. Dat is dat boerenhuis, wat die boerenhuis heeft. Serpens. En die monkeymind daartussen, hè, die tussen dat boerenhuis, die ziel van u zit en mijn ziel en dat lichaam van u en mij, die lichaam zijn oké. Okay, die monkeymind die dit soort constructies maakt van zelfzucht en satanische bouwwerken, technocratie, rechtbanken, al die onzin. Geen boodschap. Echt geen boodschap. Die mag gebruikt worden in die monkeymind, maar niet ten koste van de menselijke waarde, de universele menselijke waarde. Liefde, vrede, waarheid, juist gedrag, geweldloosheid. Dank voor uw inbreng. Dus ik leg deze zaak nu eigenlijk stil met die vraag. Ja, we leggen dus de zaak ook stil. Zodat ik niet hetzelfde hoef te doen als bij meneer Paris, van achter mij staan zaten. Dus we leggen de zaak stil. He, u hebt uitgesproken dat u mij raakt. Dus hij is aan mijn handen. Ja. En hier gaan de raden alweer doen wat er gedaan moet worden. Door wegboek krijgt u het originele stuk van meneer Paris weer terug, maar dat is met de toelichting die u nu ook heeft. Dus je heeft al vrij veel stukken. Ja. En deze mogelijkheden schets, maar daarvoor is ook afhankelijk vanaf wie er tegenover staat. Want ieder mens is uniek. Ja. En ieder mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Inbreng vandaag. Is gelijk. En wij u laat ons nu even in de haven aankomen op de uitnodiging, maar we zijn nog niet geholpen. Dat spijt me. Ons in leven. Nou. Laat ze ervan leren, want dat is de manier waarop je het kan vangen. Dank. Bedankt voor je. En Johan weet ik van het gaan. Dat ik nu een keuze heb. En die voorstelt meestal een plaatje met de theonoom en functie. Dus van maken wat te halen. Ja. Dank voor jouw aanwezigheid. Word ik ook wat genoemd. Goed, dank je ook, griffier. We kennen elkaar van vaker, maar het is toch prettig dat het vaak loopt met deze rechten. Of bij de rechtsambt. Ja. En het geldt voor nu ook natuurlijk. Goeie schot. Ja. Oké, okay,